Zondag iedereen. Ik zit hier zo'n heel klein beetje alleen zo. Ah ja, want Marie, die is naar de winkel. Ja. Moe, en kijk, ik heb een briefje gekregen van Bobientje. Ja, ik mag daar straks spaghetti gaan eten zo. Een spaghettifeest. Lekker. Dag iedereen. Ja, ik moest kloppen, want er is geen bel. Maar daar is meneer Spaghetti. Wat zou die hier komen doen zo? Dat is lief van jou, Samson, dat ik van jullie koekjes mag proeven. Ja. Bij mij thuis waren ze allemaal op, hè. Ja. Oh, wacht. Ik kan die andere ook nog eens proeven. Ja. Hé, wat is dat? Oh, ja. Ik mag naar een heel groot spaghettifeest van Bobientje. Groot spaghettifestijn? Ja, en ik mag ook iemand meenemen zo. Oh, Samson spaghetti, daar ben ik dol op. Ja. Oh ja, zeg Samson, mag ik met jou mee naar het spaghettifestijn? Ja, hè? Ik denk zo heel stil in mijn hoofd, hè, dat wel mag zo. Oh, dat is super lief, Samson. Dan gaan we samen naar het spaghettifestijn. Ja. Maar ik kan eerst nog een beetje koekjes eten. Oh ja. Ah, ja. Zeg, meneer Spaghetti is weg en die heeft zo alle koekjes opgegeten, zo. Ik ben terug. Ja. Zeg, wat kwam Albert doen, want ik zag hem nog net wegwandelen. Ja. Ja, lap. Ik zie het al. Ja. Hij kwam een koekje eten, zo. Eén koekje. Ja, Albert heeft weer al onze koekjes opgegeten. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Gelukkig, Samson, heb ik ondertussen al nieuwe koekjes gekocht. Zo. Wat is dit? Oh, ja. Ik mag naar een heel groot spaghettifeest van Bobientje. En ik mag ook iemand meenemen, zo. Oh, ja. Samson, dat is leuk dat wij daar samen naartoe kunnen. Ik had net zo zin in spaghetti. Ja, maar ik heb al gezegd dat meneer Spaghetti mee mag. Ja, maar hij heeft het als eerste gevraagd, zo. Samson, ja? Vind je nu zelf ook niet dat ik mee mag? Hé? Yep. Ik ben toch jouw beste vriendin? Ja. Je weet het niet goed, hè? Dat is niet erg. Ik ruim hier al die rommel op. Dan kan jij een beetje nadenken. En wanneer ik terugkom, dan vertel jij mij je antwoord. Maar wat moet ik nu doen? Maria, dat is mijn allerbeste vriend. En zij kent Bobientje ook heel goed. Maar ja, meneer Spaghetti heeft het wel eerst gevraagd, zo. Ik heb een idee. Ja, dan mogen meneer Spaghetti en Marie samen naar het feestje van Bobientje gaan. En dan blijf ik wel thuis. Maar dat maakt mij toch wel zo'n heel klein beetje heel verdrietig, zo. Hey, Samson, ben je eruit? Ik denk zo heel stil in mijn hoofd, hè. Dag iedereen. Dag meneer Spaghetti. Albert, Samson had mij verteld over dat pastafeestje van Bobientje en dat jij daar dan naartoe zou gaan. Ten eerste is het Alberto. Ja. En ten tweede, ik denk niet dat ik straks mee ga naar dat spaghettifeestje. Nee? Nee, ik denk dat ik een beetje te veel koekjes gegeten heb. En ik heb nu zo'n buikpijn. Een beetje te veel koekjes? Ja, lap zeg. Ja, het is wel jammer dat meneer Spaghetti buikpijn in zijn buikje heeft zo. Dat is heel erg voor Albert. Ja. Maar Samson? Ja? Misschien ook wel, ja. Een beetje goed dat Albert zoveel koekjes heeft gegeten. Oh ja, dan kunnen we nu samen naar het feestje van Bobientje zo. Wij gaan samen.